De Nederlandse natuur kan wel een steuntje in de rug gebruiken. En daarom hebben verschillende natuurorganisaties dit weekend een actie op poten gezet. Mijn natuur blijft. En met boswachter Even Thomas gaan wij op zoek naar zijn mooiste plekjes in Drenthe. Het is wel een plaatje, hè? Dat vind je niet? Ja. Ja, ik vind het echt schitterend hier. Wat is dit voor gebied, hè, Evert? Vertel eens. Ja, dit is natuurlijk mijn gebied, hè, het hart van Drenthe. En we staan hier op de Tweelingen. We zijn er wel eens vaker geweest, maar eigenlijk staat de Tweelingen voor mij ook een beetje symbool voor al die schitterende vennen die wij in Drenthe hebben. Ja. En waarvan we vaak niet realiseren hoeveel die waard zijn voor ook de natuur. Maar ook voor iedereen die hier loopt te genieten van de natuur. En dit zijn hele kwetsbare gebiedjes. Je had het over de Tweelingen. Wat zijn de Tweelingen precies? Dat is wel een goede vraag, ja. Dat weet ik niet. Ik weet gewoon. Sinds ik hier werk, en dat is al 30 jaar, dat dit de Tweelingen heet. Wij filosoferen van het zou te maken kunnen hebben met die twee vennencomplexen die hier op dit gebied liggen. Dus dat het een beetje een spiegelbeeld is van elkaar. Maar het is een beetje vaag. Ja, en kijk hier langs die oevers. Staat het vaak in juni vol met veenpluis, met wollengras, bloeiende veenbes. Het is echt een plaatje hier. En die natuur, hè, die moet hier in ieder geval blijven. Ja. Dus. En kom je hier ook vaak dan? Ik kom hier zeer regelmatig, ja. Want ik ben ook heel benieuwd hoe dat verder gaat hier met al die jeneverbessen die hier staan. Dat hele gebied staat vol met jonge jeneverbesjes. Dat vind je niet op veel plekken in Drenthe. Hè. Dat is best wel bijzonder. Dus het is een heel rijk en mooi gebiedje. Nou is de jeneverbes een toch wel lastige plant voor heel veel gebieden. Waarom groeit die hier dan juist zo goed, denk je? Ja, ook dat is eigenlijk een raadsel. Dit hele gebied, het is eigenlijk, vroeger was het bos, dat hebben we weggehaald. En vanaf dat moment zijn eigenlijk massaal die jeneverbessen hier gaan kiemen. Maar ze kiemen ook onder dikke eiken. Dus dat zou je niet verwachten, maar misschien omdat die vogels daarin zitten en die poepen die zaadjes van die jeneverbessen uit en dan... kunnen ze blijkbaar dan wel kiemen. Ja. Wie trouwens denkt dat natuur alleen iets is voor volwassenen, die heeft het mis. En daar weten ze in Gieten alles van. Hoi, ik ben Agnes Bakker van IVN. En we zijn hier vandaag bij BSO De Buitenboel. En we gaan een beetje ons kruipen in de huid van een kunstenaar vandaag. En daarvoor heb ik een... schilderijlijstje meegenomen. Zo kun je een klein stukje vangen van de omgeving en dan ga je eens op zoek naar jouw mooiste stukje, want dat is dan jouw zelfgemaakte kunstwerk van deze buitenruimte in jullie eigen BSO-tuin. Balkon alleen, zie ik. Klopt dat? Wat leuk. Jij hebt denk ik de klimboom er een beetje in gevangen. Dat ik heel veel van bomen hou. Oh, nou, dat is een goed idee. Zou je je schilderij ook een naam kunnen geven? Ik noem mijn eigen naam. Ja? Jorik. Oh, dat is ook goed. Jorik. Dit is het Jorik schilderij. Ja? Ik moet me wel voorstellen, wat vind jij er zo mooi aan? Kijk maar eens door zijn lijstje. Dus net hebben we met een lijstje een stukje van de natuur gevangen. Maar dat is natuurlijk een momentopname. Nu gaan we een natuurschilderijtje maken. Nee,
En daarvoor heb ik papier en daar zit dubbelzijdig tape op geplakt. En dan kan je straks dat, het is nu wel heel koud, dus we moeten even met jullie een beetje helpen, denk ik. Dit is straks aftrekken. En dan heb je dus een soort lijm. En wat je dan gaat doen, is dat je op de grond, dus we gaan niet ergens dingen aftrekken, want er zaten ook nog een paar hele mooie bloemetjes. Dat is wel een beetje jammer om die te plukken. Dus vooral de materialen die los liggen, dus zand, blaadjes, takjes, die kun je hier dan opplakken en dan maak je een natuurschilderij. En we gaan nu de laatste opdracht doen, nee. Want het leek mij leuk om nog met elkaar even af te sluiten. En dan gaan we eigenlijk hier een heel groot natuurschilderij maken. En dan gaan we eerst gaan we takjes zoeken en takken. Er liggen daarvoor ook wat losse grote takken, zag ik. Dan kunnen we een grote lijst maken eromheen. En dan gaan we allemaal mooie dingetjes verzamelen voor erin en die leggen we daar dan neer. En dan hebben we met elkaar één groot natuurschilderij gemaakt wat er gewoon kan blijven liggen. Oké, kom maar hier, maken we de lijst. Wil jij helpen met het maken van de lijst? Geef het maar een plekje en dan gaan we hem helemaal opvullen. Ja, super. Misschien kun je er bij de andere dennenappels leggen of juist ergens anders. Nou, we hebben dus vandaag allemaal dingen gedaan die eigenlijk door de ogen van een kunstenaar hebben we gekeken. Hè? Naar je omgeving om je heen. Net zoals die grote kunstschilders ook deden. En die kwamen naar Drenthe en die keken naar Drenthe en dachten, oh, wat is het hier mooi, dat wil ik vastleggen. En nou ja, dit kan je natuurlijk heel makkelijk ook gewoon thuis doen of in het bos. En je kan mooie schilderijen maken voor binnen met spullen uit de natuur. En je kunt je dus flink laten inspireren door de natuur om tot mooie kunstwerken te komen. Nou, super dat jullie dit vandaag met ons hebben gedaan. Het is ook weer een bijzonder plekje, hè? Ja, kijk, je kunt niet zeggen dat het puur natuur is, maar de natuur heeft hier wel flink huis gehouden. Hè? Ja. En normaal gesproken heb je keurig opgeruimde bossen, maar hier op deze plek in het hart van Drenthe, dit is dan het bosreservaat, hebben we dat aan de natuur overgelaten en is er vanaf 1996 niets meer aan gebeurd. En het is zo'n mooi spookachtig, sprookjesachtig bos geworden. Ja. Dat als je hier doorheen loopt, dan waan je je echt in een sprookje. Ja. En dat moet natuurlijk ook blijven, hè? En hoe komt het dat dit bos zo sprookjesachtig, spookachtig haast eruit ziet? We hebben ooit hier stormen gehad in Drenthe. De oudere mensen die kunnen zich dat nog wel herinneren. In de jaren 72, 73, toen is er ontzettend veel bos is er omgewaaid. Bijna alles is opgeruimd, allemaal afgevoerd. Maar voor dit bosperceel hebben we gekozen om dat allemaal te laten liggen en te kijken wat de natuur ermee doet. Je ziet dat hier heel veel lariksen zijn omgewaaid en dat de beuken zijn doorgegaan. Die bomen die hebben ergens onder gelegen of er heeft een andere boom opgehangen. En daarom hebben ze allemaal gekke vormen gekregen, die beuken. Het is dus een bosreservaat en dat is nu onderdeel van de wildernis Hart van Drenthe. En waarom is dat toen niet opgeruimd? Nou ja, er is bewust een keus gemaakt om een stukje bos te laten liggen om eens te kijken wat de natuur ermee doet. Hè. Ze waren toen nog niet zo ver als nu dat je zegt van je moet meer menging in het bos hebben. Toen was het allemaal nog of allemaal lariks of Amerikaanse eik, allemaal vakken van één soort. En hier was de menging en dat hebben ze bewust hier laten gaan. Dus eigenlijk hebben we aan dat testje een heel mooi, bijzonder stukje bos overgehouden. Er waren toen misschien al mensen binnen de overheid die dachten van we moeten toch eens een keertje kijken wat de natuur er zelf van maakt. Ja. Nou is dit een heel bijzonder stukje natuur, maar jij hebt nog meer. Tuurlijk, nog heel veel, hè. Laten we gaan. Doen we. Wat voor bijzonder plekje is dit, Evert? Het lijkt me een moeras. Ja, nou ja. Dit heeft mij het meeste verbluft de afgelopen 15 jaar van alle gebiedjes die ik ken. En dat is de Hommers, een van de bronnen van de Drentse Aa. Dat was eerder landbouwgrond met alleen maar pitrus en
en Jacobs kruiskruid. Dat is afgegraven, daar is de grond afgevoerd en het is op het minerale zand afgegraven. En wat daar is ontstaan is een soort van natuurparadijs. Ja, dit zijn voor mij echt de echte pareltjes. Maar dit was dus landbouwgrond? Dit was gewoon een soort sloot. En daar ontspringt dus wel de Drentse Aa, een paar honderd meter verderop. Dus het is ook heel belangrijk dat het water ook schoon is en dat de Drentse Aa daarmee wordt gevoed. En dat water komt uit die bossen hier aan de randen, allemaal deze kant opgelopen via de ondergrond. Dus daar ontstaan hele mooie dingen. Maak je hier ook wel eens foto's van dit soort plekjes? Ja, ik heb in het verleden ontzettend veel foto's gemaakt en ook wel gedeeld via Twitter enzovoort. Dus maar de laatste tijd wat minder. Maar misschien gaat het wel weer wat meer gebeuren. Ja, want is dit weekend natuurlijk ook de bedoeling met de actie Mijn Natuur Blijft. Ik heb er net al eentje getwitterd, dus het is begonnen. Ja. Denk je dat het goed is, zo'n actie? Nou ja, kijk, je hebt toch de laatste tijd wat berichten uit de wereld ontvangen van dat overal toch wel weer door de mens geknabbeld wordt aan natuur. En niet alleen geknabbeld, maar daar wordt flink in gehakt. En we denken met z'n allen dat het wel kan, hè? Dat we er nog wel wat kunnen inleveren. Maar uiteindelijk werkt het tegen ons. Hè? Dan merken we pas hoe wij tekeer zijn gegaan de afgelopen paar honderd jaar. Ja. Dus er moet een punt zijn dat we zeggen van oké, vanaf nu gaan we met respect om met die natuur. En in ieder geval behouden wat er aan waardevolle natuur is. Ja. Nou ja, dit is een geschikt plekje om in ieder geval bij te dragen aan zo'n fotoactie. Deze mooie natuur. Maar mooie natuur, er is ook iets anders dan mooie natuur. En dat zijn mooie gebouwen. In Drenthe vinden wij gebouwen die soms vele eeuwen oud zijn. De oudste van die gebouwen zijn toch wel de kerken. En de alleroudste van al die kerken is toch wel deze, de kerk van Odoor. Het oudste gedeelte van de kerk vinden we hier aan de achterzijde. En dat is wat tegenwoordig de consistorie is. Ooit maakte dit onderdeel van een kerk, was het eigenlijk het koor. Het oudste gedeelte wat we hier zien zijn deze enorme granieten zwerfkeien. Daar is de kerk mee opgebouwd. Waarschijnlijk afkomstig van hunebedden die hier in de omgeving hebben gelegen. Die ergens in de 12e, mogelijk zelfs 11e eeuw zijn afgebroken en hier gebruikt voor de bouw van de kerk. In het midden van de 19e eeuw groeide het dorp Odoorn en raakte de kerk langzamerhand in verval. In 1856 is daarom besloten om de huidige kerk te slopen, behalve het achterste gedeelte, en er een nieuwe kerk voor te zetten. Dat is de zaalkerk waar wij nu in staan. Lang hebben de inwoners van Odoorn niet van deze kerk kunnen genieten, want al in 1899 is de kerk bij een grote brand in het dorp grotendeels in vlammen opgegaan. Datzelfde jaar is hij nog herbouwd vanaf de fundamenten. Het orgel is ook in die periode opnieuw aangeschaft. Het orgel is dus uit 1899 en gebouwd door de beroemde orgelbouwer van Oekelen. In 2016 is de kerk overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. Sindsdien is er een plaatselijke commissie met inwoners van het dorp zelf die het dagelijks beheer doen van de kerk. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, kleine concerten en dergelijke. En daarnaast wordt er ook nog met regelmaat een kerkdienst gehouden. Dit is de laatste van jouw vier locaties, even, of niet? En wat is dit voor fantastisch mooi plekje? Nou ja, ik ben hier al zo vaak geweest de afgelopen 30 jaar om hier aan het eind van de dag eens even te gaan kijken. Een mooi fotootje te maken. Dus dit is wel een van mijn favoriete plekken. En eigenlijk moet je helemaal niet praten. Nee, gewoon stil zijn. Stil zijn, dat is. Nou, toen je net aankwam lopen, toen hoorden we ook al van alles. Aan vogeltjes en diertjes. Ja, en ja. Ik hoorde dus de ganzen overkomen. Ik hoorde de zwarte specht daar in het bos kermen. Hè, op de karakteristieke zwarte spechten manier. Yeah. Je hoort Vlaamse gaaien schreeuwen. En zomers dan hoor je kikkerkoren, hè, die in het water aan het kwaken zijn met z'n allen. Yeah. Elke jaargetijde is het hier weer magisch. Yeah.
Het Grollauerveen dus, hè? Het Grollauerveen. Voordat we vergeten het te zeggen, maar dit is het Grollauerveen. Ja, die ondergaande zon maakt het plaatje toch wel helemaal af. Ik ben bijna geneigd om zo te gaan staan en dan te wachten tot de zon helemaal weg is. Maar ik kan me voorstellen. Duurt te lang, hè? Hé, hey, en je hebt ook nog een video over vogels meegenomen, niet zomaar een vogel. Ja, nou ja, ik heb vaak dat toestel bij me en daar zat een buizerd op een paaltje rechts van mij en ik stond er even stil met de auto en ik zie dat die buizerd zie ik zo van dat paaltje de berm in hippen en die is daar wat op zoek naar wat beestjes. En dat is nu weer echt de tijd van het jaar dat die buizerds er allemaal langs de weg op paaltjes zitten. Dat zien mensen ook heel vaak. Ja. Ja, er worden natuurlijk ook wel eens wat beesten doodgereden langs zo'n weg. Dus die buizers die vinden dat gewoon interessant om die kadavertjes daar wat op te peuzelen. En er zitten ook veel muizen in de berm van de weg. Dus ik vond het ook wel een mooie vogel om te zien met veel wit ook in de veren. Ja, en die kun je dus in de winter vaker in de berm tegenkomen dan in de zomer? Ja, want zomer zitten ze te broeden en dan zitten ze in bosjes. Hè, en dan moeten ze gewoon voedsel voor de jongen zien te verzamelen. En dan zit het niet echt specifiek in die wegbermen, maar... Dat valt nu ook veel meer op natuurlijk. Ja, ja. Een schitterend plekje dus om op foto te zetten. En mocht jij nou ook een plekje hebben, jouw favoriete plekje waarvan je denkt die moet morgen eigenlijk ook op de foto. Kijk dan voor meer informatie even op www.mijnnatuurblijft.nl. En ja, dan staat daar alles hoe dat werkt. En dan sluiten we daarmee af, denk ik. Lopen wij tegen de ondergaande zon over deze schitterende brug nog even. Prachtig.